namens de burgemeester van Almelo en de wethouder. Hilde Dijsselboer, raad van bestuur van ZGT. Nou, ik voel me helemaal... Almelo is een stad, is een gemeente waar de zorg voor mensen met kanker, de zorg om mensen die kanker hebben of hebben gehad en hun gezinnen daaromheen sterk beleefd wordt. Het is een hele prominente doorloopplaats voor de Roparun. Het Alma Inlopershuis is hier in een relatief korte periode heeft echt een vlucht genomen. Dat is denk ik ook tekenend voor de zorg die er in onze stad is voor mensen naar elkaar toe. En we zijn dus eigenlijk apentrots dat je hier ook die doortocht met dat geluk brengen wat je doet. Ik ben op 25 mei op de fiets gestapt in Zwolle. En inmiddels ben ik bijna het hele land rond gefietst om langs alle 75 Ipsel-inloophuizen te gaan. Om aandacht te vragen voor die inloophuizen die in financieel zwaar weer zitten. Maar ook om de bekendheid te vergroten. Ik fiets dus donderdag, vrijdag en maandag nog verder. Ongeveer 360 kilometer moet ik nog. En dan heb ik er 2000 op zitten. Ik voel me net als een soort koningin. Die overal waar ik aankom heel hartelijk wordt ontvangen en krijg mooie cadeaus en mooie verhalen. Ik heb gezien, u heeft ook een boek geschreven. Dat boek heet Het Boek Brengt Geluk. En dat is eigenlijk mijn ontdekking hoe je een leven kan krijgen waar je vanuit jezelf, waarbij je leeft, waarvoor je geboren bent. Dat klinkt heel zweverig, maar dat is het niet. Mensen zijn heel erg geneigd om te leven volgens verwachtingen van anderen en volgens oude patronen. En je kan pas gelukkig worden als je doet waar je voor geboren bent. En in mijn boek vertel ik hoe je daarachter komt. Ik zag op een gegeven moment in een inloophuis hadden ze een kinderzolder. En daar stond in het midden stond een boksbal. En ik vroeg aan die coördinator van waarom staat er zo'n boksbal? En zij vertelde dat daar een klein jongetje rondliep. Die was daar gekomen omdat zijn moeder dood zou gaan. En hij kon daar niet mee dealen natuurlijk. Hij was onhandelbaar geworden. En toen waren ze op het briljante idee gekomen om zo'n boksbal te kopen. Om samen het verdriet en de woede eruit te slaan. En dat mannetje, dat kikkerde daar gewoon heel erg van op. En daarom is het zo belangrijk dat die inloophuizen blijven bestaan. Want het is niet alleen voor de patiënt zelf, maar voor het hele gezin een enorme steun. Ja, mee met jou.